Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een curly hair routine voor jullie. En ook hoe je je haar heel snel lang krijgt. Want mijn haar is echt enorm snel gegroeid. In een hele korte tijd. Olietje gemaakt en dat laat ik aan het einde van de video zien. Als jij dan nog kijkt, dan zie je hoe ik mijn olie maak voor mijn haar. Vind je het een leuke video? Vergeet er geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier of daaronder ergens te klikken. Daar ergens. En dan zie je abonneer en klik en bap, je bent geabonneerd. Want het belletje, dan weet jij wanneer ik een nieuwe video upload. Is wel zo handig. En doe even dikke vette duim. Ha. Oké, ik ga nu naar de badkamer. Dan gaan we mijn haar doen. En yes. Let's do this. We zijn nu bij mijn badkamer gearriveerd. Ik ga eerst even laten zien wat ik allemaal ga gebruiken. Allereerst om mijn haar te wassen, want dat ga ik zo eerst wassen. Ik doe het in de douche gewoon een beetje met mijn handen zo uit elkaar halen. Zodat zo de klitten eruit gaan. En daarna kam ik het nog een beetje, heel voorzichtig. Ik heb hier de Diva Curl No Poo Original. Dit is dus zeg maar de shampoo. Hier mijn hydrofiele doek. Die gebruik ik nog steeds. De Believe In Texture and Volume. Die ga ik daarna erin doen. Haar net heb uitgekamd en het nog nat is. En daarna ga ik mijn schuim erin doen. En dat is deze. En als allerlaatste de Wave Maker. En die ga ik als laatste erin doen. En dan ga ik mijn haar drogen en weer kammen. Zodat alle producten over mijn hele haar komen. En dan ga ik mijn krullen erin zetten. En nu ga ik niet alles vertellen wat ik allemaal ga doen. Ik ga het gewoon laten zien. Ja, ik denk dat dat beter. Oké, dan gaan we. Let's go. Start. Ik ga nu mijn kleren uitdoen en douchen. Maar dat doe ik wel even off camera. Maar het is gewoon normaal je haar wassen. Zoals je dat normaal ook gewoon doet met een shampoo. En dat je niet je krullen. Dus wat ik ga het voordoen. Je moet ze niet zo wassen. Want dan krijg je... Oh, mijn haar niet. Oh my god. Maar dan krijg je dus echt heel veel klitten erin. Dus dat moet je niet doen. Vanaf boven gewoon hier een beetje shampoo zo doen. En dan de onderkant gewoon een beetje zo doen. Six and a half hours later. Ik ga nu heel zachtjes borstelen. Ik kan mijn kambier natuurlijk best niet vinden. Wow, dat is echt een verschil. Ik had het gewoon echt tot hier geknipt, hè. Moet je nu zien. Als het uitgekamd is, kom ik bij jullie terug. 6.5 hours later. Of het is nu helemaal uitgekamd. Alle klitten zijn er helemaal uit. Ik ga nu beginnen met het eerste product. En dat is de Believe In. En ik doe niet te veel. Zo, ik hoop dat je het goed kan zien zonder. Ja. En die ga ik gewoon helemaal over mijn hele haar. I love it. En nu doe ik mijn schuim. Mijn mousse. Oh, ik krijg het nu niet meer open omdat mijn handen nat zijn. Dit ongeveer ga ik erin doen. Dan ook goed op mijn hoofd. Deze ruikt niet zo lekker. Sorry. Oké. Nee, die ruikt heel chemisch. Alsof je bij een dokter bent of bij de arts bent of zo. Ik weet niet. Maar ja, het gaat ook niet om de geur. Het gaat om de krullen. Even dit scheiden van elkaar. Wave maker. Echt een heel inie mini beetje. Met een paar drupjes water en zo. Kijk, dan doe ik het gewoon even zo. En dan de andere kant. Dus in z'n drieën. Is makkelijker. In z'n drieën. En dan gaan we deze kant hier doen. Ik heb best wel hele lichte krullen. En als ik dan zware producten ga gebruiken, krijg ik niet die volume. Ook omdat ik niet echt heel veel haar heb, wil ik niet zware producten gebruiken. Zo plat de krullen. Dat vind ik niet, zo mooi. Een beetje water erbij doen. Goed. Nat blijven. Nu gaan we weer even alles doorkammen. Alle producten overal zitten. Maar ik merk gewoon dat mijn haar gewoon meteen alweer in die krul wil gaan zitten. Daarom krijg ik heel snel weer klitten. Yes! En ik ga voor nu eerst even mijn kleren aandoen. Anders loop ik direct in mijn badjas. En dat vind ik niet charming. Dat is echt een stuk fijner. Doekje van Bas. Want ik ga alle excess water, al dat overige water, uit mijn haar halen. Dan gaan we de krul erin zetten. Gewoon zo knijpen. Knijpen, knijpen, knijpen. En dan zie je al dat de krul komt. Ik doe dit eigenlijk best wel lang, dat knijpen. Omdat ik goed al het water eruit wil, zodat ik niet lang hoef te feunen. Oké. Okay. En het is al droog genoeg. Ik ga nu mijn föhn pakken. Oelala, oelala. Mijn föhn en mijn diffuser. The river. Ik vergeet gewoon nog heel erg wat. Ik doe dat niet altijd namelijk, dus daarom vergeet ik het. Maar als je echt heel erg plumpy hair wil, dus echt heel erg voluminous, Marilyn Monroe, I don't know, kind of hair. Dan heb je dit nodig.
Het is wel een beetje prijzig, moet ik zeggen. Maar het helpt wel echt super goed als je echt dik, dik, vol haar wil hebben. Laten we het nu maar voor deze video doen. Hoe kan ik haar vergeten? Dus we spuiten het een beetje overal op je hoofd uit, hè. Dit ruikt ook wel een beetje funky, moet ik zeggen. Maar het helpt. Oké, dat niet te veel. We gaan weer verder met feunen. Yay! Oké, ik heb even de diffuser eraf gehaald, want ik ga hiermee even rustig hierachter een beetje droog maken. Want het duurt anders een eeuwigheid voordat mijn haar droog is. En ik heb nu geen geduld meer over. Ja, yeah, that's also real life met curls. Als je geen geduld meer hebt, dan doe je het gewoon even snel zo. Echt helemaal droog. Dus nu gaan we lekker shaken. Yes, I am ready and I am happy. Oké, nu zijn we helemaal klaar met het haar doen. Het ziet er helemaal geweldig en prachtig uit. Nu ga ik je laten zien wat voor olie ik gebruik om mijn haar sneller lang te laten groeien. Echt heel erg lang geworden. 4 maanden zo is mijn haar echt extreem, voor mij doen, extreem lang geworden. Als ik mijn haar dus net gewassen heb en het is helemaal nat, zoals ik net ook al liet zien. Ik zal hier wel even voorbij laten komen. Zo lang is mijn haar dus. En ik had het echt heel kort geknipt, omdat ik van al die dode punten en zo af wilde. Dus deze olie helpt voor mij. Ik weet niet of het voor jou helpt. Ik ben geen guru. Dat weet ik allemaal niet. Ik zou zeggen, probeer het gewoon uit. En als je het fijn vindt, dan gebruik het. Als je het niet fijn vindt, gebruik je het niet. Er zit een pepermuntolie in en zorg eerst dat je het even test op de binnenkant van je arm. Of je huid er niet rood van wordt. Zodat je niet een hele dikke vette uitslag dadelijk op je skull hebt. Want dat wil niemand. Daar wordt niemand vrolijk van. Want mijn haar was helemaal kapot gegaan van het blonderen. En ik had echt heel vaak geblondeerd. Het was gewoon niet meer te doen. Het zag er echt niet uit. Het was gewoon een pluizige strohoofd wat ik had. Dus ik probeer nu echt heel goed mijn haar te verzorgen met olie. Dus ik heb kokosolie, jojoba olie, olijfolie en pepermuntolie. En pepermuntolie doe ik altijd maar 3 tot 4 druppels. Het ruikt heel sterk, maar het is pepermunt, dus het ruikt ook wel lekker. Mits je een hekel hebt aan pepermunt, dan moet je het niet doen, nee. Nee, dat lijkt me niet handig. Hoofd echt goed inmasseren. Dan mag ook best wel hard gewoon alle plekken pakken op je hoofd. Wat overblijft, doe ik mijn punten in, soppen en that's it. En ik doe mijn doek om en ik ga slapen. En de volgende dag was ik het weer uit. En dat doe ik 1 tot 2 keer per week. Maar wanneer mijn haar echt niet meer kan, dan doe ik in de avond dit. En dan zijn ze weer good to go. Ik vind dit heel erg goed voor mijn werken. Ik merk ook wel dat mijn haar steeds voller ook weer wordt. Als je dit gaat proberen, vergeet me dan niet te taggen op Instagram of iets. Ik vind het wel leuk om mee te krijgen hoe jij het dan ervaart. Of jouw haar er ook sneller van groeit. Of weet je, gewoon leuke dingen. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren en een duimpje omhoog te geven. En het belletje of course mee te nemen. En dan zie ik jullie dinsdag weer bij een weekvlog. En maandag heb ik een afspraak voor mijn ogen. Dus je ziet het allemaal in die vlog voorbij komen. Hoe mijn ogen er dan uitzien en alles. Ik weet niet of je dat wil zien. Maar ja, moet je maar zelf even kijken of je dat wil zien of niet wil zien. En dan zie ik jullie in ieder geval dinsdag. Be safe. Hou van jullie. En tot dinsdag. Doei doei!